Goedemorgen, middagavond. Goedemorgen, middagavond. Ligt eraan wanneer je kijkt, hè? Hey Thomas. Hallo. Dit is een nieuwe GeoCats video. Ja. Een hele bijzondere. Want het is het weekoverzicht van week 3. Ja, ja, week 3 alweer. Zo snel gaat dat. Ja. Wat een week was het weer, hè? Mooie cash gedaan. Ja? Ja. Zoals? Ik vond het de mooiste in Vierse. Wat was dat mooiste dan? Die mooie grote houten ding. Ja. Houtkast eigenlijk een beetje. Met een kerstmannetje erin. Die zat op zijn stoel te wippen eigenlijk. Schommelen. Ja, die vond ik ook mooi. Ja. Wat ik dan jammer vind is dat we deze week ook ergens waren waar we een hengel hadden. Die net te kort was. Ja. Wat is het probleem? Ja. Hij moet ook terug, hè? Namelijk. Ja, daarom. De hengel is net. Net te kort dan. Dus het zit niet altijd even mee. Nee. Dus ja. Kijk er maar naar. Het weekoverzicht van week 3. Goedemorgen, middag, avond. Goedemorgen, middag, avond. Ligt eraan wanneer je kijkt. Welkom in. Katsheuvel! Nou ja, zeg, onze 16e, klopt dat? Mij wel. 16e kerst in Kaatsheuvel. Ja. Waarom zijn we hier dan? We gaan vandaag naar de Efteling. Ja. Maar we zijn hier even gestopt om naar een mooie geocache te gaan, waarschijnlijk. Oh. Wat voor kerst is het, Lisa? Een vochtuin cache. Oh. Hier is vroeger ook de Anton Pieck school gestaan, hoorde ik. Oh. Zou het ook een kerst zijn in de sfeer van Anton Pieck misschien wel? Sleuteltje. Oh, dat is wel een mooie. Ja. Zie je het? Anton Pieck school. Dat is ook een klasje van Anton Pieck. Kijk, deze is hier. Die is wel mooi, hè? Mooi gemaakt. Oh, kan die wel. Oh, kijk! Oh. Lampjes aan. Allemaal met een coördinaat. En een bakje met goodies. Oh, Lisa. Goodies, uit, goodies in. En we hebben ook wel speeltjes bij ons. Ja. Dat proberen we altijd wel te hebben. En het boekje. Dus wat kunnen we weer zeggen? Chonkekonkon! En check! Nummer 16. Nou ja. Beter een dagje Efteling kunnen we niet beginnen dan even langs de Anton Pieck school. En ook de 16e is een feit. Ja. We hebben even wat goodies geruild. Nou, we hebben 2 goodies voor de CO. Hup. Huppakee. Welkom in het Duitse Vierzen. We zijn weer op pad. Dag 17. Dag 17 alweer. Lekker weer. Zeker. 23 graden. Ja, nog niet te warm. Nog niet te warm. Maar ook zeker niet te koud. Nee, zeker niet. Kijk, hier denken wij dat die kerstjaar moet er wel zijn. Het is er eentje met toch wat favorieten. Ja. Van tevoren thuis even opgezocht. Ik dacht eigenlijk dat het in een bos was, maar het is achter een parkeerplaats. We spoileren wel een beetje, maar... Dit is de... Ja, heel goed, heel goed. Dit is hem. Oei, 2 dikke hangsloten. Dus we moeten de codes eventjes opzoeken, ja, bekijken. En dan kan hij open. Zomerse dag. Een echt kerststalletje met ja, mooi is die. En met de bakjes erin. Ja. Hartstikke mooi weer en krijgen we toch een beetje een kerstgevoel zo, hè? Ja. Lichtjes. Ja, hij is mooi. Hij is mooi. Zeker. Grote. Meestal want de BN. Zal er een kerstcadeautje in zitten?
Oh. En hier het logboek. Toch het belangrijkste. Hè? En daar gaat hij. Hartstikke idee. De registratie. Voor dag 17. Ja. Onze challenge voor vandaag is al geslaagd. Maar Thomas. Ja. Het is aardig weer. We hebben wel tijd over. We waren hier vrij snel. Ja. Zullen we er gewoon nog eentje doen? Ja, is goed. Dus op naar de volgende. Op naar de volgende. Op naar de tweede Cash voor 1 challenge dag. Ja. Dat voelt wel een beetje raar, hè? Ja, ik heb misschien mijn tools of zoiets. Maar ik heb iets misschien al. Ja, maar hij moet ook teruggehangen worden namelijk. Oh, het is magnetisch. Het is magnetisch. Nou, we hebben een idee. Kijk, het probleem is dat we hem, om hem eraf te halen, dat moet volgens ons geen probleem zijn. Waar ik een beetje bang voor ben, is krijgen we hem terug. Kijk, we moeten ons even goed realiseren dat hij ook terug moet. Ja, maar misschien als het zo. Ja, je krijgt hem wel af, maar zit het haakje. Wacht. Ja, dit is, snap ik wel, maar krijgen we hem terug? Ja, doe maar. Ja, hij komt er wel af. Kijk, zo moeten we hem ook straks terughangen. Nou ja. Hé, hey, we hebben net iets niet gezegd nog. Chongongong! Sven... Ja, precies. En check! Dagje 4, hè. Onopvallend loggen hier. Ja, ja. Dag 17, dames en heren. Nog steeds zijn we bezig met dag 17, Thomas. Ja. Dat is wel grappig, hè? We hebben er alweer 2 gevonden. Volgens mij heeft het weer met Cash te maken, hè? Net als net. Ja. Kijk wat het is. Zo. Wauw. Die is mooi. Ja, dit is een echte, hè? Oh. Nou, en dat... in de zomer. Gaaf, hè? En daar staat hij, de stempel. Ja, heel goed. Nou, dat was hem alweer. Ken je dat, Thomas? Dat je eventjes 1 cash gaat doen voor een challenge. Ja. En dat, hoeveel hebben we nu al gedaan? Dit wordt de 4 alweer. Ja, de 4e. Echt de laatste, hè? Ja. Dan gaan we lekker naar huis. Afkoelen, wat drinken, ijsje eten. Ja. Maar ja, het is weer eentje die op een privéterrein ligt, hebben we gelezen. Ja. Ja, die anderen waren echt stuk voor stuk. Ja, die hengel die hoorde er volgens mij niet bij, maar die was ook wel erg leuk. Die eerste was leuk met die poppetjes. Met het boek, hè, en met die muziek was heel erg leuk. Het is wel, zou dit een kerst zijn of niet? Hier hebben ze nog sigarettenautomaten. Het zou wel een mooie cash kunnen zijn, toch dit zo? Maar het is hem volgens mij niet. Zou... Kijk, kunnen... Oh ja, op privéterrein, hè? Ik vind het toch een beetje eng op privéterrein. Altijd leuk om Thomas te filmen als je de cash al gevonden hebt. Maar Thomas nog niet. Vind ik altijd wel leuk. En hij ziet hem ook. Hij ziet hem ook. Het is weer zo'n kast, zo'n elektriciteitskastje. Ook altijd wel spannend. Maar hier zie je inderdaad dat het slot erop zit. We weten code niet meer. En we de code niet meer weten, dus we gaan die even opzoeken. Maar het is, dit is echt wel grappig, zo'n leuke plek. Gelukkig is het terras gesloten. Ja. Allemaal gelukkig, hadden we wel kunnen drinken. Maar... Nog steeds nummer 17 trouwens, hè? Dus we zijn nog geen... Oh, het is wel mooi, die is wel mooi. Zouden dit zijn die, denk ik, die kijk, die hebben het eerder van de 6000ste kerst hebben ze dit gemaakt. 6000, Thomas. Hoeveel hebben wij er gevonden? 1500 zoveel of zo, ja. Volgens mij. Hè? Kijk, wat leuk. Ik vind het echt wel leuk. Hier zo'n neonlichtje zijn. Pennetje. Schatkistje. Dit zijn dan die kerstjes. Met de hond gaan ze mee. Nou, gefeliciteerd, dames en heren. Dag. Dag 18. Ja. Voor deze challenge. En ook vandaag zijn we in Duitsland. Ja,
In Walbeck. Walbeck, vlakbij Arsen, Limburg, Venlo. Ja. We hebben een beetje gekeken op de favorieten. Ja, hij heeft ongeveer, ik weet niet precies ook alweer, maar hij heeft ongeveer 420 favorieten. Ja, het is wel zo, valt me op dat in Duitsland kunnen ze heel veel favorieten hebben, maar dat valt toch een beetje tegen. Ja. Terwijl eentje met heel weinig favorieten wil je hele pareltjes zijn. Maar we zijn in de avond, het is snel aardig weer, hè? Het is wel warm, maar... Ja, het is wel lekker. Lekker is het nou om lekker te zoeken. We gaan op zoek naar de cache. De cache. Dit is hem, hè? Althans, ik had al een fotootje gezien. Ja, ik denk dat ik weet waar die ligt. Dan zijn we snel klaar. Hoe dan? Ook dag aan de klok, maar... Ja. En wat zeggen we dan? Tjong, gong, gong. En check. Nou, dan zijn we snel klaar. Kijk, deze heeft bijvoorbeeld heel veel favorieten. Ja, het is een doosje met een pap. Ja. Deze heeft dus meer dan 400 favorieten. Vind ik veel. Ja. Toch? Ja. Een gezellige achtergrondmuziekje hier. Dat dan weer wel. Ja. Maar goed, we hebben hem toch. We hebben hem toch, hè? Ja. Voor vandaag. Ja. Hartstikke idee. Oh, en ook deze. Hoe kan het schief staan? Oh, maakt maar niet uit. Ook deze is gelukt. Op dag 19. Dag 19 alweer. Het is vandaag een warme dag. Ja. We zijn wat vroeg begonnen met het zoeken. Ja. Waar gaan we heen? We zijn nu in Belfeld en we gaan naar een cache. Ja. En die heet... ik weet niet hoe je het uitspreekt. 1, eigenlijk 16. Oh. Man, een 1 streep door. En 6 een streep doorheen. Oh, Ik weet niet wat dat betekent. Nou, maar... dat belooft niet veel goed. Het is een verlaten postpad, Thomas. Ja. Oeh. Gelukkig hebben we water bij. Wat? Een auto. Een auto? Oh! Ja. Oh, dit zijn toch alweer. Dadelijk vinden ze ons langs de kant van de weg. Ja hoor. Ja? Tjonka gong gong. En check. Nou, weer snel gedaan. Waren we gisteren heel vroeg. Nu zijn we lekker laat. Goedemorgen, middagavond. Thomas. Goedemorgen, middagavond. We gaan weer op zoek naar de hoeveelste? De 20ste cash. De 20ste cash. Dicht bij huis, dat is wederom in Duitsland. Ja. Waarin we op zoek gaan naar volgens mij een wensboom of iets dergelijks. Nou, we zeggen laten we die kant op gaan. Ik zeg, let's go. De hand links op. Ja. Zodat we onze lange broek aan hebben, ondanks het warme weer. Althans, het is nu al afgekoeld. Ik zie er wat. Echt waar? Oh. Ja. Oh. Kijk eens hier. Dit zijn allemaal wensen. Kobi 2. Gezondheid en frieten. Ja. Dat... Zal dan daar de logrol in zitten? Ja, leuk. Jong, kong, kong. En. Check! Oh, is dat het logbriefje? Ja. Nummer 20. Nou, een challenge. Iedere dag een kerst. Staat erop. Nou, dan schrijven we een wens. Of wat is onze wens? Nog vele jaren Giekes plezier of zo. Oh ja. Ja, het zou leuk zijn. Ja. Nog vele jaren Giekes plezier. Ja, leuk. Goedemorgen, middag, avond. Goedemorgen, middag, avond. Licht eraan wanneer je kijkt.
vandaag zijn we in het mooie Horst. En we gaan een letterbox doen. Kom je mee? Zullen we ook de jas maar aantrekken? Ja, doe maar. Het is koud. Wat nou? Nou, met jassen? Ja. 96, 22 en 7. Oké. Okay. Nou, hier heb ik het. Ik denk het. 72. Deze is wel een beetje een... Ja, een beetje een paardje. Zie je met die kant of zo? Hier jongens. Ja! Ja? Oh! Kang, 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 kang! En. Check! Ik heb hem. Ah! Hebben we ook weer een stempeltje voor in ons stempelboekje. Ja. Yes? Ja. Dag 22. Dag 22. We zijn, dat heb je nou weer bij je? Een hengel. Oh ja, dat is onze hengel, hè. We doen ook wat hengelkastjes. Ik ben er nooit zo goed in, maar jij gelukkig des te beter. Ja. Hebben we weer zo'n rare hengelkast vandaag? Die hebben we weer, ja. Nou, laten we kijken waar we heen moeten. Is het ver of niet? Het is 33 meter lopen. Oh, dat zitten we in de buurt, zitten we in de buurt. We houden niet van lang wandelen vandaag. Nee, ik zie hem al. Oh, we zien hem al. Nee, oh, dat is een korte video weer. We zijn aan de andere kant. Oh, te vroeg gejuicht. Oh ja, ik zie hem al, ja. Hè? Ja. Oh, ben ik snel... Mag ik het een keer zeggen dan? Tjong, kong, 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 kong. Zeker, zeker. Ik even inzoomen of ik hem kan traceren. Oh, ja, zie je nou voor het eerst pas? Ja. Maar is de hengel daar lang genoeg voor, of niet? Ja. Ja? Ja. Nou, dan dames en heren, binnen een minuut hè, is dit. Hè? Dit is binnen een minuut gevonden. Na opname van onze video. Wij zijn hier al een keer eerder geweest, alleen toen reden heel veel vrachtwagens hier. En nu is het rustig, het is vrijdagavond. Gelukkig niet al te veel muggels. Ik weet niet meer. Wat is er aan de hand? Ik weet het verhaal. Oh, nee, is het. Is de hengel te. Nou, ik. Wat is het probleem? Ja. Ja, je moet ook terug, hè? Namelijk. Ja, daarom. Mag ik het proberen? Ja, misschien, maar... Oké, zo. Kijk, eerst even hoe die waar is. Ja, ik krijg hem ook, ik krijg hem niet terug. Helaas. En dan sta je opeens. Midden in weiland. Ja. Nou, we hebben een nieuwe cache. uitgezocht. Ja. In Zevenum. Je wilde even snel die hengel meepikken. Maar dat was te hoog. Maar ja, was te hoog. Dus dat wordt een nieuwe hengel. Of de hengel bestellen. Was te klein. Ja, een nieuwe hengel bestellen. Ja, ja. Nou, onze tweede route, dus onze plan B, is een groene landschapsroute. Wat zoeken we eigenlijk? Een hoogste bankje. Oh, een bankje. Ja. Dat zijn meestal wel de eenvoudige, maar ik durf niks meer te zeggen. We zijn trouwens in het Molenbeekdal voor de liefhebbers. Kijk eens hier. Oh, wat een leuk bankje. Leuk met een tafeltje erbij. Oké, de beek vertelt een verhaal. Oh, grappig. Nee. Ja. Dit hier onder. Ah, onder? Onder... Dit is de plank. Oh. Ik ga even kijken hoor. Ja. Tjonge gong kang kang kang. En check. Ja, hebben we hem weer. Ja. Onze 22e. Kijk eens. Ja. Het buisje. Nou mooi, we kunnen op het bankje gaan zitten even. Ja. En dan, want ik weet het hè.
Ook de beek vertelt een verhaal. En de grote molenbeek, dames en heren, die is hier. Een jaar geleden was het kommer en kwel met het water in Limburg. Maar nu staat de beker hier in ieder geval gelukkig weer rustig bij. Hartstikke idee. En hij zit, Thomas. Hij zit. Nou, dat was ook een mooie, hè? Ja. We hebben deze week weer afgesloten. We gaan naar huis. Kunnen mensen trouwens zich nog abonneren of is het vol inmiddels? Nee, ze kunnen zeker abonneren. Ja, hoe gaat het dan? Nou, dan jij hebt nu als het goed is onze video in beeld staan. Ja. Dan maak je hem kleiner. Dus eigenlijk klik je rechtsonder. Zie je zo'n dingetje staan wat je hem kleiner kan maken. Ja. En dan zie je ons logootje staan onderin. En dan rechts ervan zie je abonneerknop staan. Een rode met witte letters abonneer. Ja. Volgens mij, als ik het goed heb. En nou, klikken erop. En dan komt daarna te staan een belletje. Ja. En als je erop klikt, dan krijg je te zien alles of nog twee dingen anders. Ja. En dan klik je op alles om niks te missen van ons kanaal. Ik vind een duidelijk uitleg. Nu krijgen we ook reacties van onder andere MDH007. Ja, dat vind ik een leuke reactie. Ja, wat schreef hij of zij? Dat het leuk vond. Ja. Of nee? Ja, leuk vond. En dat jij iedere keer in die video zit. Hoe komt dat nou? Omdat zonder mij gaan ze niet geocachen. Wij mogen niet zonder jou geocachen. Ja. Echt, hè? Jij bent een beetje de geocachman en wij volgen maar. Ja. Maar het is leuk dat iedereen meedoet, hè? Oma, Lisa, Caroline. En ik als camera bediende. Ja. Nou, gaan we door volgende week? Ja. Wat spannend, hè? Gaan we het halen of niet? Ik denk dat we het zeker halen. Even duimpje omhoog, hè? Als we het gaan halen. We moeten gaan halen. En tot volgende week, hè? Volgende week. Ren jij voorop of loop je voorop? Nou, loop maar dan, denk ik, hè? Ja. De koffie maar pas klaar. Ja. Ja, tot zo, hè? Tot zo. En stoppen maar. Ja, dat was hem. Ah, mooi zo, hè? Die houden we erin, deze. Toch? Oh. Leuk toch, of niet? Ja.